Door de coronacrisis, die nog van geen ophouden weet, eten we steeds vaker thuis en hebben we tips voor thuisgerechten uit verschillende landen. Welkom bij de tweede aflevering van Op de Step door Papendrecht. De reiger gaat weer op zoek naar wat eten. Maar wat eten wij eigenlijk vandaag? Dit keer staat er Italiaanse spaghetti op het menu, met een veelzijdige mix aan ingrediënten, maar dan heb je ook een super lekkere spaghetti saus. Maar voordat we de keuken ingaan, gaan we eerst even met de step door Papendrecht. De extra hoogspanningsleiding ondergronds volgt het traject van de hoogspanningsmasten. 6 kilometer lang langs Amsterdam, Dordrecht naar de Merwedehaven en loopt dus ook langs Papendrecht. Waar het niet anders kon, gedeeltelijk geboord, maar grotendeels ingegraven. Deze zwanen hebben hier een goede plek gevonden om hun gezin groot te brengen. 1,5 meter naast elkaar is wat lastig, maar achter elkaar is ook goed te doen. Tuinen kom je onderweg tegen in allerlei gevarieerde stijlen met zonnebloemen, versiersels. Sommigen hebben groene vingers, maar er zijn ook mensen met kleurrijke ideeën. En ook de wijk Stellingmolen heeft wat natuur op de kopgevels toegevoegd. Erg fraai als je er oog voor hebt. We gaan de ingrediënten klaarmaken. Bij de Italiaanse spaghetti zijn de vele gevarieerde groenten bijna allemaal om de overheerlijke spaghetti saus te maken. Op de video maken we ze netjes klaar, maar in de praktijk, omdat ze toch met de staafmixer gemixt worden, mag het best wel wat grover. Alles staat nu klaar, dus nog even naar buiten op de step door Papendrecht. Het land van Matena vordert gestaag en na de bouwvakvakantie is iedereen weer hard aan het werk gegaan. De supermarkt heeft als eerste zijn deuren geopend van het nieuwe winkelgebied. Dan op naar de Knotwillig. In vogelvlucht zien we de vorderingen. Ik woon hier vlakbij, vandaar dat veel details zijn vastgelegd. Ook de bouw van de brandweerkazerne begint al aardig vorm te krijgen. Diverse plaatsen in Papendrecht zijn er planmatige asfaltwerkzaamheden, zo ook aan de Beukenlaan, om de wegen goed begaanbaar te houden. Via de Veerweg, waar ook de werkzaamheden zijn, gaan we onder begeleiding van de Italiaanse muziek de keuken weer in om de spaghetti op ambachtelijke wijze klaar te maken. Non più drai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Ma ci sei tu a dolcino d'amor, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Non più
più avrai questi bei panacchini. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti dirai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tuccino d'amore. Dan komen we bij onze uitgaanstip. Door corona zijn bijna alle leuke uitstapjes niet meer mogelijk. Maar een klompenpadwandeling, daar is dit echtpaar rechtsonderin aan begonnen, aan de Engelenburgerpadroute. In Herwijnen start deze route, is 10 kilometer lang, maar uiteraard kan je hem ook inkorten naar behoefte. Bijvoorbeeld 5 kilometer, heb ik met een kruisje gemarkeerd op de route. En hier bevindt zich het pijlschrijvershuisje, hierover straks wat meer. Een klompenpadwandeling is geen wandeling die je op klompen moet lopen, maar met stevige wandelschoenen en een goede lange broek voor eventueel wat begroeiing en is uitgezet op avontuurlijke wijze door weiland, soms over een hekje klimmen en je komt op paadjes waar je normaal nooit zou komen. Kijk op de website klompenpaden.nl voor meerdere klompenpaden wandelroutes. Het pijlschrijvershuisje kom je tegen op deze route. Met wat geluk vind je bij de passage van het huisje een folder met gedetailleerde informatie bij het hek. Over de geschiedenis van het pijlschrijvershuisje dat als enige rijksmonument behouden is gebleven. Het is één bewaard pijlschrijvershuisje en er was door heel Nederland heen een netwerk van wel 150 pijlschrijvershuisjes, waar het waterpeil vanuit een eenvoudige waterput die direct in verbinding met de rivier staat, met een meetinstrument afgelezen kon worden. Aangedreven door een eenvoudige klok registreerde een pen het waterpeil op een papieren rol met de tijd. Elke ochtend werd het waterpeil afgelezen en doorgegeven aan de radio. Deze functie is geheel overgenomen door de computer. Maar dit huisje is bewaard gebleven en is helemaal nog intact. Bij een computerstoring kan deze gelijk weer ingezet worden. Daar hebben we honger van gekregen. Eet u smakelijk. U heeft gekeken naar de tweede aflevering van Op de Step door Papendrecht in de tijdsperiode tot en met oktober 2020. De derde aflevering is in voorbereiding en staat al gedeeltelijk in de montage met weer een gerecht uit een ander land. Met een nieuw spannende uitgaanstip en nieuwe gebeurtenissen in Papendrecht. Als deze gereed is, dan bent u weer van harte welkom bij Op de Step door Papendrecht.